Met de Realme GT lanceerde Realme eerder dit jaar hun GT-serie en deze productlijn wordt nu verder uitgebreid. Ondanks de lagere prijs levert dit toestel erg weinig in ten opzichte van de GT en heeft hij zelfs een langere batterijduur. Dit is de Realme GT Neo 2. Deze GT Neo 2 is dus een soort light versie van de gewone GT, maar dat is niet meteen aan de specificaties te zien. Het scherm is met 6,62 inch een stukje groter geworden dan dat van de gewone GT, dus als je van een groot scherm houdt, dan is dit zeker een leuke optie. Het scherm heeft gewoon een hoge verversingssnelheid van 120 Hz en het kan nog een stukje feller dan dat van de GT, wat vooral handig is wanneer je hem in de zon gebruikt. Aan de achterkant van de telefoon zit een camera-eiland dat er wat anders uitziet dan die van de Realme GT, maar wel gewoon dezelfde lenzen gebruikt. Het gaat om een hoofdlens van 64 megapixel waarmee je eigenlijk altijd wel een goede foto maakt. En je kunt filmen in 4K kwaliteit. Om je te helpen bij het fotograferen in lastige situaties heeft Realme een aantal handige modi ontworpen. Er is bijvoorbeeld een nachtmodus zodat je ook bij weinig licht goede foto's kunt maken, een portretmodus die de achtergrond vervaagt en een timelapse modus waarbij je coole effecten bij bewegende beelden kunt maken. Ook zijn er twee extra lenzen, een ultragroothoeklens waarmee je meer beeld in één shot vastlegt en een macrolens zodat je ook close-ups kunt maken. De camera's zijn dus net zo goed als die van de GT, maar waar levert de GT Neo 2 dan in om het verschil in prijs te maken? Nou, het grote verschil tussen deze GT Neo 2 en de gewone GT zit hem in de chipset. De GT Neo 2 heeft een Snapdragon 870. Het is een klein stapje minder ten opzichte van de krachtpatser van de gewone GT, maar nog steeds een razendsnelle processor. Je zult het verschil tussen deze chips waarschijnlijk niet merken in dagelijks gebruik, tenzij je intensieve games zoals Genshin Impact op de hoogste instellingen speelt. De GT Neo 2 is dus net als zijn grote broer een supersnelle telefoon. Omdat het scherm een stukje groter is dan dat van de GT, heeft deze GT Neo 2 ook een grotere batterij gekregen om de batterijduur op peil te houden. Dit is niet alleen een compensatie, want uit batterijtesten van bijvoorbeeld GSM Arena blijkt dat de GT Neo 2 het zelfs langer uithoudt dan de gewone GT. Wat wel gewoon gelijk is gebleven is de oplaadsnelheid van de batterij. Zoals we van Realme gewend zijn gaat het echt belachelijk snel met 65 watt. Realme geeft zelf aan dat je hem in 36 minuten van 0 naar 100% oplaadt. Een ander puntje waar de GT Neo 2 wel verschilt van de gewone GT is trouwens het ontbreken van een 3,5 mm poort. Iets dat veel gebruikers vaak jammer vinden. Maar er zijn tegenwoordig zoveel goede draadloze oordopjes en koptelefoons beschikbaar dat het eigenlijk ook niet zoveel meer uitmaakt. Wanneer moet je nou voor de GT Neo 2 gaan en wanneer moet je voor de gewone GT gaan? Nou, als je van een zo groot mogelijk scherm houdt, dan is de GT Neo 2 waarschijnlijk de beste optie en dan krijg je als bonus ook nog eens een langere batterijduur. Maar wil je een telefoon die echt alle games op de maximale settings aan kan, dan is de gewone GT weer de betere optie. Beide toestellen hebben een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en de GT Neo 2 steekt er op dit gebied misschien nog net wel wat bovenuit. Wil jij meer weten over deze Realme GT Neo 2? Bekijk hem dan snel op Belsimpel of download onze app.